Yo, what up, kijkers van Games for Life, welkom terug. We starten gelijk even die motor en we gaan rijden. Oh ja, ik moest even wat doen. Opties. Geluid. What the fuck? Het is allemaal goed. Rijden. We moeten vandaag naar... Ja, Reims, dat is in Frankrijk. Ik heb er wel zin in. Komt niks aan. Geen auto. Komt er wat aan? Ja, een auto, maar fuck it. Dankjewel, auto. Dankjewel, auto. Bedankt voor je begrip. We rijden nu 60. Niet echt hard of zo. Maar ja. Even kijken. Nou, het is best wel een stuk rijden, hè. Ik weet niet hoe hard je mag, maar we rijden niet. We kunnen niet eens harder dan 90. Er komt nu een auto langs ons. Ja, dat hoor ik gewoon. Even kijken. Luik Brussel. We moeten via Brussel. Deze moet inhalen. Okay. Even kijken. Brussel. Ja, daar moeten wij heen. Snel weg, even kijken. Oh ja, we moeten weer aan de andere kant. Ja, we krijgen 7000 euro. Even kijken. 7500 euro, best wel veel eigenlijk. Als je dat in het echte leven had, nou. Daar kan je echt een mooie keuken van kopen en al die shit. Weet je. Oh, sorry auto, maar ja, ik ben een beetje dronken. We moeten deze truck inhalen, komt iets? Nee. Moest mijn navigatie doen, anders ging we zo meteen fout. We moeten via Brussel, dus we moeten Brussel. Oh, we moeten echt wel, what the fuck? Oh, we moesten richting Brussel. Huh? Oh ja. Let maar niet op mij, jongens. Dat was gewoon een foutje. Reims is hier, maar we moeten hierheen. Nou, maakt het uit. We gaan gewoon lekker rijden. Ja, we rijden dus in een Renault. Ja, Renault truck of zo, weet ik veel. We komen 5 uur aan. Hoe laat moet die vrachtwagen zijn? Even. 4 uur tussen 11. Oh, hoe makkelijk halen we dat? Dat halen we makkelijk. Dus 5 uur. Oh shit. Moeten we tanken? Nee, we hoeven niet te tanken. We gaan hier even op die andere baan.
wil ook eens een keer naar Parijs rijden of zo, weet je. Lijkt me wel vet. Oh, we moeten op die andere baan. Dan rij je snel met je auto. Oh shit. Net op tijd. Oh. Kijk maar terug als je dat... kijk maar terug, want dat was wel bijna echt op het nippertje. Oh, je mag hier maar 40. Dan ga je door met je auto. Smalle weggetjes hier. Nou ja, voor een beste truckdriver, nooit. Dat halen we gewoon. Een truckdriver haalt dat, weet je. Anders speelt dit ook niet. Hoe moet mag hier 100? Oké. Kom bijna niet omhoog. Kom op, auto, ik bedoel truck. Waarom zeg ik nou mijn auto? Nou, ik wil sowieso wel naar Parijs toe, want... Is die auto kapot of lijkt het maar zo dat hij zo rustig rijdt? Honderd. Dat zijn ze net ook. Maar we kunnen niet eens harder dan 80. Nou, net 60, maar ja. En nu gaan we wel harder dan 80. En dan moet je weer 70, hè? Oh, werkzaamheden. Oh, oh. Ho. Oh. Oeps, geen schade, mooi. Luxemburg. Oh, moet hier rechts? Naar Luxemburg, naar richting Luxemburg. Hé, hey, maar waarom rijdt hij zo langzaam? Kijk, en hier gaan ze weer heel hard rijden, dat snap ik niet. Nou, we zijn er wel bijna in Reims aangekomen. 500 meter een tankstation. Oh, de Mercedes is sowieso 120. Nou, ik wil even kijken hoor. Nee, toch niet. Nou, zo mooi gemaakt. Als je zo kijkt, het lijkt net echt. Die ook. Nou, we rijden nu 90. Nou, we gaan deze truck inhalen. Moeten we zo meteen ergens rechtsaf? Ja, we moeten daar zo meteen rechts. Deze truck gaan we ook inhalen. En het is een Belg. Allee, mannekes. Allee.
Hey, wat nou? Wil je racen of zo? Wil je racen, hè? Ja, je wilt racen, maar ik win toch, hè? Ja, ja. Ik win, ik win, ik win. Hoppakee, wacht jij. Ah! Hij wil gewoon racen, jongens, niet normaal. Door hem heb ik schade, 1%. Dat kost op mij ook weer 500 euro. Niet normaal hoe duur dat is. En jij auto had ik jammer. Belg, Ali. Ah, ik ben geen racist hoor, maar... Rijms, we moeten hier rechts naar Rijms. Moet je nou zo hard remmen? Het is maar een afslag. Oh, we komen bijna niet naar boven. Hier links. Komt er wat aan? We mogen van hem. Oh, dank u wel, meneer. Dank u wel, meneer. Dank u wel. Ik ben u erg dankbaar. Gewoon niet. Oké. Even kijken, F5. Oh, zover is het niet meer rijden. Nou, het wordt alweer licht. Het wordt weer dag. En ja. Het wordt mooi weer, denk ik. Wat is dit? Oh, dat is gewoon een tankstation. Hey man, waarom rijden ze zo langzaam? We gaan inhalen. Oh, oh. Oh shit, oh shit. Oh, hier zit een school. Er komt geen auto aan. Op een doorgetrokken streep. Ik vertrouw het niet. Oh, kom op, kom op, kom op. Haal hem in, haal hem in, haal hem in. Mooi zo. Hoppakee. We gaan niet wachten op hun, hè. Ik heb nooit zin om te wachten. Als ik een eigen auto had, dan had ik dat ook gewoon gedaan. Dan moet hij toch rechts, dus... nog wel uit. Staan er nog lichten aan? Nee. Nou, ik heb echt zin om een eigen truck te kopen en helemaal oppimpen, weet je wel. De 50, het lijkt wel over 20 rijden. Ja. Het is wel druk daar. Dat er geen mensen rijden hier op de weg. Oh, dit is een scherpe bocht. Oh shit. Ik wist het. Ik wist dat we gingen vallen. Oh, dit is wel echt mooi. Oeh, dit is echt mooi hoor.
Dit is echt mooi hoor, ik zweer het. Weet je hoe ziek dit eruit ziet? Wow, dit is wel echt vet. Als ze nog een beetje dirt hadden gedaan, weet je. Dan was het wel mooier geweest. Oh shit, dit is wel echt mooi hoor. Oh, ze willen hem daar, hè? Ze willen hem andersom weer, fuck it. Goed werk. Oh, 7000 euro jongens. Oh, nu is het liedje weg. Ja, oké. Okay. Ja. Oh, je kan alleen plekken waar je bent geweest. Ik wil wel naar Polen toe eigenlijk. Van Rijms? Nee, nee, nee. Wow. 9000 euro. 9000 euro's. Rockstar, oh shit. Ik neem denk ik deze. Nee, 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 nee. Ja, of neem deze gewoon. Deze opdracht neem aan, jongens. En dan gaan we een stukje rijden en dan gaan we, daarna gaan we saven. Oh, we vervoeren dit. Fucking gek. Even kijken, waar moeten we heen? Weet ik veel waar we heen moeten. Maar we moeten wel zo. Kom op, je kan het al terug. Je kan het.
kan het wel. Mooi zo. Hoe laat verwachten ze? F6. Oh, zaterdag in de avond. Zijn ze helemaal bezeten. What the fuck, dit is dicht. Deze truck kan het wel. Oeh, net niet er tegenaan. Moet je dan zo of zo, weet ik veel. Weet ik veel hoe dat moet, ja. Ze leggen niks uit, weet je. Ze willen hem pas in de avond. Kom op, je kan het wel, auto. Ik bedoel truck. Waarom zag ik altijd auto? Kom op, we kunnen het. Nou, daar gaan we weer, jongens. Daar gaan we weer. Oh shit. Maakt het uit. Kan wel eens gebeuren, weet je. En, ja. Oh, hij heeft gewoon een gekke telefoon daar hangen. Oh shit. Gekke telefoon, man. Hoe je ook heet. Robin. Daar zit ook gewoon GPS. Dit is een luxe truck, hé. Wow. Dank u wel voor de moeite. We gaan nu, ja, richting dinges. Uitgelegd aan de kijkers. Ja, Londen. Oh, Londen. Londen, jongens. We gaan naar Londen. We rijden 90, maar we mogen maar 70 met het ding. Ha. Maar ja. Deze mensen gaan we inhalen. Kom op, jongens. Een beetje doorrijden. Alleen deze. Nou, deze kan ook wel.
En die weet ik niet. Jawel. Kan ook wel. En die? Ik kan niet zien, want die dingen staan er voor. Nee, nog maar niet. Ah, het is wel een vette truck. Ik ga ook een truck kopen die hier. Een man truck. Die zijn wel goed, denk ik. Nou, deze moeten we zo meteen inhalen. En dan gaan we stoppen bij een tankstation. En dan, ja, je mag hier maar 90, maar we rijden maar 70. Hier links. Ga maar. Laat het bord vallen, maar ja, dat gebeurt wel eens. Oh, what the fuck. En Moskees? Hij stopt minder op de weg, maar je ziet toch dat er een snelle truck achter je aan zit. Maar daar is een tankstation, daar gaan we denk ik 7. Ja, of hier, maar ja. Nee, gewoon hier, joh. We zijn best wel lang aan het filmen nu. Of opnemen, bedoel ik. Ik denk al 30 minuten of zo. Half uur. Oh, jongens. Hé, man, wat ga je snel voorbij rijden? Zoals jullie zien, ja, hij lagt weer, maar dat gebeurt als hij niet lang aan het opnemen is, dus ja. Je kan ook nooit lange series maken. Maar ik heb wel zin om naar Londen te rijden, zo ja, vet. Hey man, rij een beetje normaal en niet laggen. Oh, hij luistert. Toch niet. En ons tank zit vol dus. Dus even kijken, want het is 8 uur, 8:15. Moet hij niet slapen, die gozer? Nee, pas over 9 uur. Oh, kijk, we zijn er al bijna. Beter, want ik wil jullie geen gelekte video geven. Nou, ik bedoel een video die niet vastloopt. Kijk, we mogen maar 70 met dit ding achterop, maar we rijden gewoon 90. 20 kilometer harder. Oh shit! Vliegtuig! Ja. Oh shit. Hier is het al. Dat wist ik niet. Ha. Ik keek niet op de map, want ik was naar de vlieger aan het kijken. Oké, we rijden helemaal door, want we gaan daar 7. Hey jongens, ik bedank jullie alvast voor het kijken. Like op deze video, abonneer op dit kanaal en deel deze video met je vrienden voor, ja. En dan krijgen jullie gewoon van mij weer meer vette video's, horror video's en ja, wat jullie zelf willen. Dus ja, ik spreek jullie later boys, later.